Hoi, ik ben hier in het Lindenberg Theater in Nijmegen, waar 25 maart de Kunstbende Voorronde van Gelderland plaats zal vinden. Kunstbende is een landelijke wedstrijd voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar en je kan meedoen in 8 verschillende categorieën. Dans, DJ, fashion, film en animatie, theater en performance, taal, expo en DJ. Vind jij het leuk om muziek te maken met je bandje of hou je toch meer van schilderen? Doe mee met Kunstbende en win vette prijzen. Maak jij je eigen schilderijen of vind je het leuk om te fotograferen? Dit is de expositieruimte van de Lindenberg. Hier wordt jouw kunst dan geëxposeerd als je meedoet aan Kunstbende. Zoiets? Of zoiets? Maar dit kan natuurlijk ook. Zoals je ziet, er staat al van alles. Maar op 25 maart dan staat het helemaal vol met kunst van Kunstbende deelnemers. Als jij het leuk vindt om ook mee te doen, dan komt jouw kunst hier te hangen en dan kan iedereen er naar kijken. Wie weet win jij wel de eerste, tweede of derde prijs tijdens de Kunstbende Gelderland Voorronde. Ik zit nu in de zaal waar 25 maart in het Lindenberg Theater in Nijmegen dans zal worden gehouden en ook fashion. Je ziet het, nu is het nog helemaal leeg, maar straks zit het helemaal vol met mensen. We hebben alleen nog wel jongeren nodig die hun kunsten willen vertonen op het podium. Dus als jij goed kan dansen of je vindt het leuk om je kleding die je maakt te showen, dan moet je meedoen met Kunstbende. Nou, dit is de backstage ruimte. Hier kan je voor en na je act even rustig bijkomen. Er zullen nog veel meer jongeren zijn. Sowieso is het een hele gezellige dag. Meestal zijn er zo'n 300 jongeren die op de voorronde van Kunstbende Gelderland zelf meedoen. Op het moment dat je klaar bent met je act, mag je natuurlijk ook altijd bij alle andere acts komen kijken. En het is gewoon een hele gezellige, leuke dag. Vol met creativiteit en muziek. Je kunt natuurlijk ook vette prijzen winnen. Geld, een spotlight, maar ook theatertickets, optreedmogelijkheden of een plek om je kunst te exposeren. Je kunt ook masterclasses winnen bij Artes, de kunstacademie. En de eerste prijs van DJ is een set op Mysteryland. Je zult niet de enige zijn die ooit op het Kunstbendepodium gestaan heeft. Er zijn een aantal bekende Nederlanders die ooit ook hebben meegedaan met Kunstbende. Jan Kooijman, de danser, is er een van. Die heeft ook ooit op het Kunstbendepodium gestaan. Maar ook Jesser, Brees, Kresip en Traantje Oosterhuis zijn ooit begonnen op het Kunstbendepodium. Kunstbende bestaat al 20 jaar. Dit jaar is het thema vreemd. Dus doe gek en doe mee!